Hallo kijkers, welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb vandaag iets gevonden wat ik wel een leuk trucje vind van Blocks, waar ik verder op het internet niet echt iets over kon vinden, hoe je het anders zou moeten doen. Dus, ja, van hoe je bijvoorbeeld van een falling block entity dan een block state zou krijgen van een blok. Dus je kan niet bijvoorbeeld data get blok zo, kijk dat. Er is geen manier om met een execute store command het soort blok daaruit te krijgen. Maar wat ik nu heb gedaan, vond ik wel slim. Heb ik een loot gedaan, dus loot replace blok in deze kist. Container 0, mine, en dan mint hij het blok onder hem met Silk Touch schaar. Dus met spawners of zo, dat zou niet werken, maar met de meeste blokken wel. Dus nu hebben we dirt. En als we dan even deze doen, zie je dat we dat er dan uit krijgen. En als we dan hier eventjes een spanning blok inspannen, zien we dat dit hetzelfde is. Dus dit kunnen we dan met een data merge. Dit is trouwens de command hier. Volgens mij had ik die al laten zien. Maar dan deze hier zo. Kunnen we dat doen? Je ziet het nog niet. Maar kijk, je ziet al wel van, het is al wel geüpdate. Dus als we eventjes uit de wereld gaan en er weer in, dan nadat hij een tijdje heeft geladen, zien we dat hij inderdaad een dirt blok is. Want ik weet niet waarom dat dan is dat hij nog als zand eruit ziet. Misschien komt het trouwens doordat hij zo valt. Als ik iets zou doen van dit. Oh, en dan maak ik dit wel even vol. Misschien als hij dan, omdat hij dan beweegt, dat hij dan update of zo. Nee, maar je ziet wel het blok dat eruit valt. Dan wel dirt. Dus ik weet niet hoe je dat dan moet updaten, hoe die eruit ziet. Maar ja, je kan denk ik ook wel voor andere dingen dat gebruiken. Maar ik vond het wel leuk. Dus ja.